publiek. Kijk eens wie dat bij Sam zet. Hey vriendjes. Hallo. Hey. Welkom bij weer een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. Wij zijn bij, ik kan het al raden zo. Ik zit zo wel raden. Ofzo. Hi. Wij zijn met Celine en Nick. Weer al. Oh. We zijn precies elke dag. En we gaan naar... Ja. We gaan naar, naar de première van de dag. Dat is een serie die binnenkort op tv komt. En dat zou heel spannend zijn, dus ik ben benieuwd. Ik heb de trailer al gekeken. Ja, ik ook. Spannend. Ja, je moet dan eens opzoeken de dag. Dat is echt tof. En dit is mijn outfit. Ik heb een topje aan van Misguided. Broek aan van... Geen flauw idee, wilt jij eens kijken? Misguided. Ook van Misguided dus. En zo platform sneakers aan van de H&M. De dresscode was casual chic. Dus I'm very casual eigenlijk. Maar ik heb ook nog een zwarte blazer voor als het wel chic. Dus die ga ik nog aan doen, dan wordt het wel chic. Sam heeft een grijze trui aan. Yes. Heb je nog iets aan? Een broek? Nee, ik heb niks anders aan. Ja, ik bedoel een broek en schoenen, sneakers ook. Zitten in de cinema. Ja, we zijn al aan het daten hoor. Ja, alleen de einde. We wouden eerst niks nemen, omdat we nog maar een week hebben tot vakantie. Maar dat gaat niet. Hè. Maar Celine en ik zijn toch gezwicht, ja. Celine en ik zeiden, we kunnen toch niet niks nemen. En Nick en Sam zeiden, jawel. Nee, dat gaat niet. En trouwens, kijk eens wie dat er bij Sam zit, in onze hoek van onze vlog. Of we dan doen, zoiets hè? Oei. Ik zie dat mijn popcorn niet valt. We gaan dus de dag kijken. Als een serie die in het najaar op VT4 gaat komen. Maar wij gaan de eerste twee afleveringen vandaag al zien in première. Plus, het komt ook op Telenet. Dus als je Telenet hebt, dan kun je bij Telenet Play alle afleveringen al kijken. Dus dan hoef je niet te wachten tot het najaar. Ja, we hadden de trailer al gezien. Ga echt de trailer eens checken. Ik zal die hieronder in de beschrijving zetten. Dan moeten jullie hem niet meer gaan opzoeken. Maar dat is echt, echt de moeite, denk ik. Ik ben echt heel benieuwd. Ik denk dat als we nu die twee afleveringen gaan zien... Ik denk dat ze de twee afleveringen gaan zien, dat we snel gaan willen verder kijken. Hè. Ontkennende. Ja. En we hebben deze week dan... geen tijd om te kijken, dan gaan we op vakantie. Ja, op vakantie kunnen we kijken. Hè. Ja, en hoe gaan we dat gaat niet op Telenet. Dan moet je op Telenet Play. We kunnen toch op de computer kijken. Ah, op de computer zo bij Telenet. Ja, misschien wel. We gaan kijken. Zijn mogelijkheden, hè? Het kort verhaal is iets van dat er een gijzeling is in een bank. En je hoort het verhaal eigenlijk langs twee kanten. Van de rechercheur, de vrouwelijke versie. Dat weet ik niet, heeft dat een vrouw? Ja, het is een vrouw die rechercheur is. En dan heb je de kant van de overvaller eigenlijk. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ook. Let's watch it. Yes. En is Night Family er wel klaar voor? Zeker wel. Zeker. Het is weer aan het zuipen. Celine is al aan de drank. Celine is al aan het... Vleugeltjes. Vleugeltjes, vleugeltjes. Oh nee, tot straks. De reeks, ik weet eigenlijk niet wanneer iets een prestigieuze reeks is, maar dat is omdat Jonas en Julie tegen mij gezegd hebben dat het een heel prestigieuze reeks is. Dus we gaan daar straks samen met jullie naar kijken in absolute première. Dus we zijn blij dat jullie er allemaal zijn en jullie zien er allemaal super uit. Ik ga
Voilà, staan er allemaal in. Het zijn er nog, sowieso. En nog. Het is weer gebeurd. Het is gebeurd! We staan aan de drive-in. En niet van de McDonald's deze keer. Ja. Maar van de Burger King. En heeft de Burger King eigenlijk ook een liedje? Instagram, ik weet niet. De McDonald's heeft toch ook geen liedje? Ah jawel. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it. Ja. En de Burger King? De Burger King. The King of Burgers. Nee, dat heeft echt geen lied. Jawel, wopper. Wopper burger. Wopper. Allee, jong. Oh. Wat vonden jullie trouwens van een serie? Vies of? Dat was echt wel goed, echt hè? Echt chic, ja. En jij, Nick? Wat lief? Ik had het lezen dat Instagram opnieuw zijn algoritme gaat. Ja, ik had het ook gelezen. Eindelijk! Raise Allee, ik hoop in de goede richting natuurlijk. Ja, dat maar met dat ding van die Vero-app daar, ja. Er was toch zo'n hype ineens op de radio en iedereen moest dat hebben en nu hoort je daar niks meer van. Nee. Maar die hebben ook wel echt een steek laten vallen, hè? Want ja, de toen de app ineens hip werd. Ging de app niet. Nee. Die werkte gewoon niet. Die werkte niet. En toen dacht iedereen. Fuck it. Salut aan de kast. Echt waar. Maar dus de serie, terug naar de serie. Wat vond je van goed. De serie? Heel goed. Ja, heel, ik vond het ook wel heel goed. Ik ga sowieso de rest ook kijken op Play. Ja, we gaan een nachtje doordoen. Ja. Die liggen er, Sam. Nee, we gaan geen nachtje doordoen, hè. Zot! Sam was juist aan het slapen. Ja. Oké, We zijn het! Burgers, hier, ik ga het niet vallen met dat. Yummy, we hebben onze burgers. Het ziet er lekker uit. Smakelijk, hè? Smakelijk. Bikini body ready voor Bali. Woehoe. Burger body ready. Echt waar. Hallo, jong. We're home. Het is 12:15. En die daar moet binnen 6 uur of zo weer op. Maar oké. Om 8:30 al een afspraak. Oei. Dat is not good, hè. Dat is very, very early, hè. Trouwens, kijk eens naar mijn droogshampoo die ik vandaag heb gekocht. Het heeft unicorns. Cute, hè. Ik vond dat cute. Dus ik dacht, pak het. Normaal pak ik altijd Batiste. Of Batiste. Oh. Dat was in mijn oog. Oh. Oké. Dat ruikt wel lekker. Smelt goed. Wij gaan slapen. Gok ik niet. We gaan slapen. Want het is late, hè. Het is very late now. En ik ben heel moe. Sam denk ik ook. Het is tijd. Onze make-up eraf te doen en te gaan slapen. En Mufke! Mufken staat hier zo. Even kijken. Ik heb trouwens de laatste tijd een obsessie met mijn handen wassen. Vroeger, eerlijk, was ik mijn handen bijna nooit. Tegenwoordig was ik mijn handen echt veel te veel per dag, denk ik. Zoveel dat mijn handen zo hier helemaal droog worden. En kijk trouwens eens wat ik hier heb. Mijn handen zien er echt vies uit. Ik heb hier een rode rood iets. Rood plakken. Als ik daarop duw, dan doet het ook geen pijn of zo. Ik weet niet wat dat is. Dan heb ik hier openleggen. Dit ligt open en ik heb geen flauw idee hoe dat allemaal komt. Misschien komt dat van te veel handen wassen. Is dat besmettelijk, die rode plakken? Ik wil voorlopig geen hand geven. Hè. Nee, dat is wel in de nek, hè. Is dat besmettelijk, die rode plekken in uw nek?
Kent je dat? Kennen jullie dat natuurlijk? Laat ons weten van wat. Ik heb dat. Als jullie dat kennen? Ik heb dat. Kent jij dat, ja? Oh, ik heb dat. Hey vriendjes. Mufke hier. Oh, Mufke wil eraf. Wil je eraf, Spanje? Nu wel niet. Oké, we gaan de vlog afsluiten. We hebben trouwens al kei lang geen comment op de DM niet meer gedaan. We zullen de volgende vlog of zo nog eens doen als we wat meer tijd hebben. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Ik denk niet dat hem heel lang is. Ik weet het niet. But we shall see. Dus zeker thumbs up als jullie het leuk vonden. Wat? Niks. Mag je mij uit? Nee. Ik heb kattenhaar aan mijn neus. Zeker thumbs up als jullie het leuk vonden. Laat ook zeker een leuke comment na. En wij zien jullie